Welkom bij Vlogmas dag 19. Goedemorgen allemaal. Waarvoor word je ook onfocust? Dat is zoiets raars. Oh, kom op, focus gewoon. Of is het nog te vroeg voor dit gezicht? Dat kan wel kloppen. Ik ga me maar even klaarmaken. Goed, ik ben aangekleed. Tadaa! Make-up is gedaan. Ik dacht ik doe deze kleur van de adventkalender eens op. Ik heb hem nooit opgehad. Leek me wel grappig. Ik heb een vest aan, wit t-shirt hieronder, grijze broek, zwarte Nikes. En ik neem deze handtas mee, omdat we waarschijnlijk vandaag toch niks nodig hebben. Ik ga even ontbijten. Ik heb als goed is nog een quiche in de koelkast liggen. Dus daar heb ik heel stiekem wel trek in. Dus ik kies met salm en broccoli. En dus die ga ik even klaarmaken, denk ik. Daar heb ik heel erg trek in. Waarom niet? Toch? Oh, mijn camera wil niet uit. Faal. Goed, ik loop nu onderweg naar de bus. Oh, ik ben helemaal niet zo lekker. Ik weet niet wat het is, maar ik heb het net even gegeten. Terwijl ik ging zitten, ging het gewoon goed. Maar zodra ik sta, word ik gewoon niet lekker. Ik word misselijk. Ik word een beetje licht in mijn hoofd. Ik weet niet wat dat is. Maar ja, in ieder geval komt de bus over 2 minuten. Dus dan naar school en kijken hoe het daar allemaal verder gaat. Ik hoop dat het wel een beetje gaat op school. Ik hoop dat we iets nuttigs gaan doen. Tot 4:30. Zo dwars door mijn langs mijn auto heen waar ik uit moest stappen. Oh, why. Dus nu een stukje teruglopen. Helaas. Ongeveer 10 minuutjes lopen en dan ben ik thuis. Maar ik ben best heel erg moe vandaag. Het was een hele rare dag. Zoals ik al dacht, we kwamen op school en er was dus helemaal niks aan informatie voor ons waar we moeten wezen. De docenten wisten helemaal van niks. Dus ja. We waren in eerste instantie heel erg geïrriteerd. Vervolgens zijn we daarna wel les gaan volgen. We zijn in de klas geplaatst waar we mee les moesten volgen. Tot een uurtje of 3:15 was het of zo. En toen hebben we even pauze gehouden. En zijn we daarna de volgende les gegaan tot 5:00. En toen waren we klaar. En toen mocht ik naar huis. Eindelijk. Och jongens, echt. Maar weet je, het is gewoon zo slopend. Omdat we zijn nu natuurlijk gewend om met een klas van nu 6-7 man te zijn. En om nu in één keer in een mega volle klas te zijn, vond ik heel erg lastig. Ik vond het heel erg wennen. En dat je denkt van, oh die mensen, jeetje. Dus ja, het was eventjes heel erg raar en heel erg wennen. Maar ja, in ieder geval ben ik bijna thuis. Nu ongeveer 5 minuten, 10 minuten ongeveer, ik weet niet. Ik loop best snel, omdat ik er best wel klaar mee ben. Ik wil thuis zijn, ik wil eten. Oh, ja. In ieder geval wel bijna thuis. En lang leven de bloed tot oortjes, want die zit ook niet vast aan mijn telefoon. Dus dat vind ik wel ideaal. Het is gewoon trouwens 5:30 al, hè. Ik ben nog niet eens thuis. Oh, maar ik ben er wel bijna. Goed, ik ben thuis. Eindelijk. Toen hebben we lekker koekjes gegeten. Ik had een beetje honger. Mijn pa is nog niet thuis. Die moet nog komen. Mijn moeder is niet lekker, die is boven bed gaan liggen. Die heeft ook geen honger. Dus we moeten even kijken wat we gaan eten vanavond. We hebben op zich nog niet echt een planning gehad vandaag van joh, dat gaan we eten. Dus even aankijken wat we gaan doen met eten. Maus! Elke keer als ik mijn camera of mijn mobiel pak of de huistelefoon, dan gaan ze zitten piepen op de achtergrond. Ze zijn echt stel gekke papegaatjes. Niet doen! Het is vervelend! De planning voor nu. Rio en Maus die zijn nu even los. Die gaan wat eerder slapen vanavond. Waardoor wij boodschap kunnen doen zometeen. Daar hadden we gelijk alle kerstboodschappen, want dat moet ook nog gehaald worden.
Ja, doordat mijn moeder zo ziek is, kan ze dus gewoon niet weg. En dat is gewoon heel irritant. Ze heeft de hele dag proberen te slapen of op de bank, omdat ze vannacht niet heeft geslapen. Maar dat gaat niet. Want dit kleine mannetje hier, die gilt dan de hele boel bij elkaar zodra je gaat liggen. Dus dat is ook niet gelukt. Dus ze is nu even boven. Mijn pa en ik laten de vogels er even uit nu. En dan gaan ze wat eerder naar bed. Kan ook geen kwaad. En dan gaan wij boodschappen halen. En dan gaan we ook gelijk avondeten halen. Dan maar wat later eten vandaag. Maar het moet even zo. Het is natuurlijk ook niet handig. Omdat ik natuurlijk naar school moet vandaag. Anders had ik boodschappen gaan halen. Maar ja, dat gaat ook niet. Oh. Goed. We gaan even boodschappen halen. Ik heb alles in mijn handen. Briefje, telefoon, camera, sleutel. Mijn paps hoort me nee bij. Dus we hebben alles. Ik zou zeggen, let's go. We gaan het hele briefje afwerken. Kijk, dit kwam ik de vorige keer ook tegen bij de bushalte. Dit zijn bakjes, dan moet je kauwgom in recyclen. Het is goed, maar dat weet niet of dat echt helpt. Je zou het denken. Maar ja, je weet het niet. Nou, in ieder geval, even boodschappen doen. Goed, de boodschappen zijn thuis. Tijd voor een timelap van het boodschappen uitpakken. En daarna gaan we gelijk door naar de adventkalender. Je vindt me in de wasmachine. Badjas. Oeh. Die kijk mooi, dan kan je eigenlijk gewoon niet doen. Nou, dankjewel. Goed, nu we de adventkalender ook hebben gehad, wil ik de vlog eindigen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ga vanavond deze vlog nog proberen te editen op tijd. En hopelijk is het ook allemaal op tijd klaar. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Dus vind je natuurlijk wel een blauw duimpje omhoog als je hem leuk vond. Abonneer op mijn kanaal. Kijk mijn vorige vlogmasvideo's terug als je ze nog niet gezien hebt. Of als je er misschien een gemist hebt. Ik zet de afspeellijst altijd aan het einde van de video hierboven. En dan, of hierboven, ik weet het niet. Erg in ieder geval bovenin. En dan zie ik jullie morgen alweer bij vlogmasdag 20. Het gaat super snel. Nog 4 dagen. 5 dagen. Doeg!